stel een bekende van jou, een buurman, die heeft een misdrijf gepleegd, een ernstig misdrijf. Wat zou je dan doen? Niks. Mond houden. En jij? Hetzelfde. Meld misdaad anoniem, kortweg ook wel M genoemd, is eigenlijk voor iedereen waarvan een bekende een misdrijf heeft gepleegd en dat niet durft te melden. En eigenlijk dus liever dat anoniem zou willen melden. We waarborgen die anonimiteit dat op het moment dat je belt, is je nummer niet te zien. We maken ook geen enkele bandopname. En ook al noem je je naam, wat ook best wel vaak gebeurt, of zeg je meer informatie over jezelf, we zorgen er absoluut voor dat het niet in de melding terechtkomt. Als het gaat over ernstige misdaad, overvallen, woninginbraken, steekpartijen, als het maar gaat inderdaad over ernstige misdaad, dan kun je bij 0800 7000 terecht. En we zijn ook onafhankelijk van de politie. Dus de informatie die naar de politie toe gaat, daar staat helemaal niets over jou in. Dus jullie horen als stichting dus niet bij de politie? Nee, wij zijn helemaal onafhankelijk. Alleen met vage vermoedens, dat telefoontje wordt absoluut geen melding. Je moet echt wel met hele harde informatie komen. En aan de andere kant wordt er ook heel erg doorgevraagd om te kijken of je echt niet de enige bent die over die informatie beschikt. Want anders gaat misschien de dader direct wel aan jou denken op het moment dat die melding door de politie onderzocht wordt. Ik zou mensen aanraden die nu dus informatie hebben over een misdrijf, om echt daar even goed over na te denken en dan vervolgens toch die telefoon op te pakken. Het zij naar de politie te bellen of het zij naar M 0800 7000.